gewonnen. Na 67 kilometer was in tussentijd nog alles meteen dan ook. En we hebben de valpartij bij de 13 koplopers. Dat wordt ons gemeld via Radio Tour. We zijn benieuwd wie wij bij de slachtoffers laten behoren. En zodoende vragen we nog even aan het sportieve publiek om zo lang mogelijk dan ook achter de afsluiting te blijven. En ook een valpartij in het peloton wordt ons gemeld. Voilà, daar zijn de koplopers stil aan richting aankoopzone, waar we uiteraard moeten rekening houden met een uitgedunde koproep van 13 mannen. Niet alleen in het peloton, maar ook bij de 13 leiders zijn in tussentijd de valpartij gaan elkaar gaan opvolgen. Zodanig dat wij straks benieuwd zijn, want wij wachten op de definitieve positie van de koplopers richting aankoopzone na precies deze laatste lokale ronde. Vragen aan het publiek zo lang mogelijk achter de afsluiting te blijven, want heel wat renners die momenteel afzakken naar richting aankomstzone, naar de diverse valpartijen die het peloton ook weten te ontsieren. Nog 9 renners zouden deel uitmaken van de koproep. We vragen uiteraard dan ook om het parcours zo lang mogelijk dan ook vrij te houden, want zouden we met een 9-tal namen richting aankomstzone moeten afzakken. We mogen vragen dat iemand van de organisatie zo snel mogelijk dan ook afzakt naar de meet. Iemand van de organisatie wordt zo snel mogelijk gevraagd hier aan de aankomstlijnen. We mogen vragen dat iemand van de organisatie zo snel mogelijk uiteraard dan ook zich weet te melden bij de jury. We blijven voorlopen zonder informatie in de spits van de wedstrijd, waar meteen moet rekening gehouden worden dat nog 9 van de 13 namen zich straks uiteraard zullen moeten gaan profileren in de eindfase van de wedstrijd. De eindfase laten we even. We gaan straks uiteraard rekening houden dat wij meteen nog even in het onbekende moeten duikelen. Voorlopig geen. Daar zijn er. Dus die gaan spurten voor de overwinning. We zijn benieuwd wie hij straks uiteraard dan ook de beste man kan worden in dat peloton of dat gezelschap van 9 die inderdaad ook in de aankoopzone moeten gaan bereiken. We gaan op zoek uiteraard dan ook naar de snelle man die richting aankoopzone. Dat wordt inderdaad meteen de situatie die we gaan volgen. En Laureaat is inderdaad, zoals we voorspeld hebben, dat jonge talent, supersnelle Sascha Wiemars, die hier uiteraard dan ook de overwinning weet te behalen. Sascha Wiemars dan ook als snelle man. Wij gaan ons straks laten de familie terwijlen. Inderdaad, de spurten, de renners die te val zijn gekomen, dat zijn op dat moment inderdaad dan ook de naam van de een van de Britten, van Joseph Nelly, die moet dat noteren. En ook moet de reden houden dat dat peloton gelijk wordt door de andere Brit en de June Hold. En de nieuwe straks op de samenstelling van de top 3 op het podium te mogen verwelkomen. Schitterende zegen voor de formatie van EFC en LRV Steken. Hebben we nu meerderheid meteen dan ook kunnen uitbuiten om hier met de overwinning te gaan lopen voor Sascha Wiemars.